Dit is VNG met het nieuws. Een hele goede morgen. Welkom bij de Bosse Bol. Ja, we zijn voor de verandering weer eens eventjes buiten de provincie gegaan. Buiten de provincie betekent dat we zijn in Ter Heide. En Ter Heide is een heel klein dorpje aan de zee. Hier achter mij ligt hij al. Maar ik heb hem bij me en wij gaan hem weer uitreiken. De Bosse Bol van Wie bedank jij met een Bosse Bol? Nou, we gaan eens kijken of ze er zijn hoor, want volgens mij, ik weet het niet. Maar ik zie hier Rokus Hartenveld staan. En natuurlijk wist iedereen overal van, behalve Rokus zelf. Rokus kon erbij. Want wij hebben bij ons een cadeautje uit alleen maar Brabants Den Bosch. En die overhandigen wij altijd met een bedankje. En waarom doen we dat? Omdat wij het initiatief wat jullie hebben genomen als platform Gehandicapten Westland zo ontzettend goed bezig zijn met deze RUPS. Speciaal voor mensen met een handicap, voor ouderen. En om daar een middagje mee weg te gaan, dat hebben wij gewoon gemeend om dat aan te bieden en aan te pakken en daar de Bosse Bol van te maken. Die wij bij deze jou heel graag overhandigen. Ja. En er mag een applausje bij, dacht ik zo. Dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Maak hem voorzichtig open en ik zeg erbij, snijd hem straks aan met z'n allen, want dan kun je zien hoe groot dat die is. Ik zal even helpen. Even kijken, want er zit een plakbandje omheen en dat plakbandje blijft altijd zitten natuurlijk. Daar is het plakband voor, hè? Ja. Maar we gaan het toch wel proberen. Kijk eens eventjes, dat is onze grootste Bosse Bol die we hiervoor pakken. Ik zou zeggen, dames en heren, eet het met plezier op. Wat jullie doen, vinden wij alleen maar, ook in Brabant, heel geweldig. Ja, tuurlijk, ik wim er zo overheen. Komt er nog een lekkere man tussen? Ja, hoort het nou. Nou, ik ga eventjes aan de zijkant staan, want ze zijn hier bezig en dat ziet u op de achtergrond. Eén scootmobiel staat er al op, maar er moet er nog eentje op. En die nog één is Maxi, oftewel is een grote scootmobiel. We gaan kijken hoe ze dat gaan doen, want ze zijn hartstikke handig hier bij de Vrijheid. Ja, u kijkt nu even naar hoe de verslaggever, de fotograaf van de WOS, op de stoel wordt, op de rups wordt gezet. En dat gaat een beetje moeilijker worden dan dat het eigenlijk is. Maar we gaan kijken hoe of dat lukt. Met verenigde krachten wordt nou die scootmobiel opgepakt en even in zijn vrij neergezet. Zodat hij makkelijk kan draaien en erop kan gaan zitten. Dus het wordt een leuk verhaal zo. Lijkt, heeft iets weg van Comandy Capers, maar dat... Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon leuk om te zien hoe al die mensen, al die vrijwilligers van Strandrups de Vrijheid ermee bezig zijn om gehandicapten zeker een vrije middag en een gezellige middag en een gezellige ochtend te laten beleven. Ja, nou recht achter. Erg aan je tenen. Rokus, eventjes. Je moet ook nog heel erg handig zijn met alles, hè? Ja, dat is zeker, want dit is vooral een hele grote scootmobiel. Dus je moet eventjes een beetje improviseren. Maar dat gaat perfect zo. Maar het lukt allemaal, ja.
Ik kan de volgende ernaast staan. Ja, die kan er precies naast staan. Nou, dan gaan we de volgende scootmobiel dame, die kan er dadelijk weer naast. Dat geloof ik zeker dat dat lukt, ja. Want dat kan bij mij ook. Kijk, mooi. Hawa. Het is ongelooflijk, hè. Goedje. Dat mensenhanden dit kunnen maken. Ja. En dat mensen het kunnen laten draaien. Bijna wel. Veel moeilijker. Ja, maar het is jouw dag van de muziek. We zitten inmiddels op de rups die ons naar het strand gaat brengen. En u ziet het gaat heel langzaam, maar oh, wat is dit al genieten geblazen. En ik vraag eventjes aan de machinist die hiervoor zit, van twee scootmobielen, maar wel gewichtige scootmobielen moet ik zeggen. Gaat dat allemaal zomaar het strand op? Dat gaat zonder meer allemaal het strand op. Dat, daarvoor hebben we ook een platform voor een rups gekozen. Die laat je eigenlijk nooit staan eigenlijk. Hij blijft altijd draaien, hij zakt niet weg. En qua gewicht kan het allemaal. Oké. Nou, we zien u straks op het strand. Tot zo. Ja. Nou, je ziet het wel, de sfeer is goed. De sfeer is altijd perfect hier aan boord. En we moeten kijken, want we moeten natuurlijk daar dat hoge stuk op, denk ik. Dus we willen wel eens zien hoe dat gaat worden. Dat gaat... Het gaat heel vlot. We hebben Roos is chauffeur van de eerste uur. En we hebben dit zo gedaan met nog meer dan wat er nu op staat eigenlijk qua gewicht. Je hoort hem niet eens kuchen, die motor. Dus dat gaat vanzelf. Goed, beste mensen, we zijn dus nog steeds onderweg naar het strand toe. We gaan eventjes een heuveltje op, dus het duin op. En dan zien we weer verder. Goed, beste mensen, we zijn inmiddels op weg naar het strand en ik kan al naar de zee kijken. En wat is dat dan een geweldig iets als je als gehandicapte en ook als ouderen natuurlijk een aantal jaren niet aan een strand bent geweest, om dan met deze rups van Strandrups de Vrijheid, van het gehandicapte platform, naar het strand wordt gereden en op het strand kunt gaan staan kijken. Geweldig. Ik geniet en geniet u met ons mee. Nieuwe Maatweg. Oh ja, dat is echt scheef binnen. Ja. De poort op Rotterdam. Ja. Op dit terrein kan ik ook niet lopen. Plankje bij zich, dat joch heeft een plank bij zich, die twee jongetjes die hier vooraan zitten, hebben een plank bij zich, leggen dat plankje neer, gaan er dan op staan en dan gaan ze, ja, wind van een soort van surfen op de kleine golfjes die hier nog een klein beetje zijn, zeg maar, aan het eind. Het is vloed, dus ze kunnen niet overal heen. We maken zo meteen denk ik een rondje, want dan is het bijna tijd om weer naar boven te gaan. Maar wij hebben op een gegeven moment rustig de tijd om even te kijken. Je ziet ook in de verte de schepen, de zeilschepen liggen. En wij draaien nu hier richting van het strand weer op. Want de reddingsbrigade die zit ook achter ons aan, om het zo maar eens te zeggen. Er hangt een rode en een gele vlag uit. Als de cameraman dadelijk draait, dan kunt u dat ook zien. Dat hij daar achter de rode en de gele vlag van de reddingsbrigade ziet. De reddingsbrigade die natuurlijk heel belangrijk is ook op het strand. We hebben allemaal gezien en gehoord dat het in Zandvoort van de week mis is gegaan. En dat het vrouwtje wel is gevonden. En dat is alleen uiteraard maar goed. Maar ja, de reddingsbrigade ook, dat zijn vrijwilligers. En die doen heel goed werk voor
het plezier eigenlijk van alle mensen op het strand. Nou, we hebben hem uitgereikt, de bossenbol. En we gaan hem natuurlijk nu aansnijden. En dat gaat Rokus doen. Rokus, man van het eerste uur, heb ik in ieder geval al gehoord. Je bent met ons eventjes het strand op geweest, waarvoor hartelijk dank. Maar ik hoorde ook dat er vanmiddag nog weer een groep komt. Maar hoe vaak rijden jullie nou met zo'n rups het strand op en af? In principe rijden we dus iedere dag. En als het de animo er is, 2 ritten per dag. 's morgens een rit en 's middags een rit. En de laatste weken zitten we eigenlijk helemaal vol. Een enkel keertje wordt er wel eens afgemeld of er is een ochtend open. Maar voor de rest zitten we eigenlijk de hele week vol. We gaan toch even wat anders doen dan. Ja? Beste mensen, u kijkt nu naar iets heel speciaals natuurlijk. Dat hebt u al lang door. Gaat u allemaal naar www.gehandicaptenplatformwestland.nl. Daar kunt u zich aanmelden voor deze rupsrit. Kost niks, hè? Ja. Kost wel wat. Kost wel wat, maar dat ga ik niet zeggen. We gaan nu de bossenbol aansnijden. En dat wil zeggen dat ons programma erop zit. Namens Ronald, namens mezelf Roel. Bedankt voor het kijken. Houd u. Ah. Ah. Stil van. Ja, een beetje netjes doen. Ja, ik ook. 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 Ja, ik een beetje netjes doen. Nee, ook. Maar ook een stem of zo. Ja, dat is wel. Oké. Oh ja. Ik kan dat graag.